Zwangerschapsyoga, een introductieles vandaag. Mijn naam is Diana Plenkers. Dit is Aukje, zij doet met me mee. Aukje is al behoorlijk ver in haar zwangerschap. We gaan met elkaar een aantal oefeningen doen en je een introductie geven in de zwangerschapsyoga. Bij zwangerschapsyoga gaat het nooit alleen maar om de bevalling. We zijn niet bezig een cursus te doen zodat je zo makkelijk mogelijk gaat bevallen. De focus ligt ook heel erg op de zwangerschap zelf en het beleven van je zwangerschap. We hebben een aantal kernbegrippen die steeds terugkomen. Ontspanning, belangrijk aspect. Concentratie, het richten van je aandacht. En kracht, behoud van kracht, maar ook het bewust kunnen toepassen van je kracht. Het belangrijkste middel in yoga is altijd je adem. Via de adem kun je leren bewust te ontspannen, kun je aandacht richten en kun je ook je kracht bundelen. Wat je natuurlijk nodig hebt in je zwangerschap en zeker ook bij je bevalling in de laatste fase van je bevalling. Al die ingrediënten zitten eigenlijk in elke les. Ik ben er altijd voor als je met zwangerschapsyoga al vrij vroeg begint. Juist met 14 weken als het kan, in ieder geval voor de 20ste week. Dat is ideaal, zodat het werken met de adem je eigen wordt. Zodat tegen de tijd dat je aan het bevallen bent, het zoiets van jezelf is geworden, dat je het moeiteloos kunt toepassen. Van een verloskundige leerde ik lang geleden, die zei, als je gaat bevallen, moet je ook je hersens laten indalen. Dat gevoel dat je met je aandacht in je buik bent, vanuit je buik denkt, voelt en de bevalling volgt. Dat begint natuurlijk al in de zwangerschap. We gaan een aantal oefeningen doen waarbij je dat bewust gaat beleven, waarbij de adem centraal staat. We beginnen met een staande oefening. Ga staan en schud je benen los. Eén voor één laat je je voeten hun plek vinden. Je gaat ruim en breed staan. Breder dan heupbreedte. Ja? Vanuit je voeten richt je op, maak je lang naar je kruin. En je brengt je handen zijwaarts omhoog. En je rekt je goed uit. Langzaam je handen laten dalen. En ontspan. Plaats dan je handen laag op je buik. Je pinken in je liezen. Helemaal laag en je vingers omvatten je buik. Je sluit je ogen. Voel hoe je staat. Hou je knieën heel licht gebogen. Je draagt je onderbuik licht, waardoor je bekken iets naar achter kantelt. Je draagt je kindje zoveel mogelijk in het bekken. Klein beetje kantelen, waardoor je juist op die manier je buik ontspant in je handen. Voel hoe je in je handen ademt. Als je uitademt, trek je buik licht in. Dan ontspan je buik. Laat de inademing in je buik, in je handen golven. Kom in een kalm ritme, ruim en diep inademen, naar je kindje toe. Uitademend vlakt je buik vanzelf weer iets af. Dan begin je te wiegen. Knieën iets gebogen houden. Hou je knieën gebogen en wieg naar links en naar rechts. Naar beide kanten toe bewust je knieën gebogen houden. Buig ze maar iets dieper. En beweeg naar links en naar rechts. Ruime beweging. En telkens zet je af met de buitenrand van je voet. Voel de kracht in je bovenbenen. Het bekken beweegt van links naar rechts. En je wiegt als het ware je kindje in je buik. Hou je schouders laag. Laat ook je hoofd zachtjes meewiegen naar links en naar rechts. Adem in je buik. Adem rustig en diep in. En langzaam uit. Maak bewust je uitademing langer dan je inademing. Maak de beweging iets sneller. Je komt in een cadans. En als je uitademt, blaas je zachtjes door je mond. Ontspannen lippen. Doe je neus inademen
En zacht door je mond uit. Maak maar geluid terwijl je blaast. Maak inademend je buik groot en rond. En adem uit door je mond, zachte lippen. Laat alle overbodige spanning uit je weg stromen. Ga maar door. Ruim in. En adem bewust langzaam uit. Je uitademing duurt langer dan je inademing. Adem rustig en diep in. En langzaam uit. Uitademing langer maken dan je inademing. En kom in een rustige cadans. Dan kom je in het midden weer tot stilstand. Wrijf met je handen over je hele buik. Ruime beweging rondom je navel. Doe dat met aandacht. Je hand voelt je buik. Je buik voelt je handen. En dan laat je handen ontspannen afhangen, omlaag. Open je ogen. Adem uit. Breng inademend je handen zijwaarts omhoog. Ruime beweging. En als je uitademt, laat je langzaam zijwaarts je handen dalen. Laatste stukje, laat je handen vallen. Rustig inadem, handen zijwaarts omhoog. En voel hoe je de adem meeneemt naar je borst. En langzaam uit. Open beweging, handen ontspannen houden. Laatste stukje, laten vallen. De inademing begint in je buik. Met je handen neem je de adem mee, ruim omhoog. Hou je handen nu schuin omhoog. Adem uit, schouders laag. Laat weer in je buik de inademing ontstaan. Borst ruim en breng je hoofd en je handen iets naar achter. Langzaam uit, handen zijwaarts omlaag. En laat los. Goed zo. Dan leggen we de matten languit neer. Op handen en knieën op de mat. Je knieën recht onder je heupen. En je handen iets naar voren ten opzichte van de lijn van je schouders. Niet te ver, ietsje terug. En zorg dat je ellebogen nog kunt bewegen. De neiging is om ze door te strekken, maar je houdt ze voor je gevoel heel licht gebogen. De elleboogholtes wijzen naar elkaar toe. Grote teen ietsje dichter bij elkaar. En dan til je hoofd op. Uitademend trek je nu je buik in. En je maakt van onder naar boven je rug rond. Hoofd gaat omlaag. Ontspan je buik, adem in. Maak ook je borst ruim en til je hoofd op. Uitademen, je buik licht intrekken. Maak je rug rond van onder naar boven als laatste. Je hoofd tussen je bovenarmen. Buik ontspannen, inademen. En til je hoofd op. Hou je ellebogen licht gebogen. Uitademen. Onder naar boven de rug rond. Adem helemaal leeg. Blijf een moment leeg. Als je de buik ontspant, adem je in. Til de borst eruit en je hoofd op. Maak je rug vlak. Hou je ellebogen licht gebogen. Nu zet je je knieën zo wijd mogelijk uit elkaar. Draai je linkervoet naar de binnenkant van je rechterknie. Moet ze misschien nog ietsje wijder. Je gaat met een ronde rug naar achter. Uitademend je rug rond, zodat je net niet gaat zitten. Elleboog ontspan. Inademend kom je weer omhoog. Dan breng je linkervoet naar achter, rechtervoet naar de binnenkant van je knie. En dan uitademend rond naar achter. Net niet gaan zitten. Inademend kom je naar voren. Hoofd op, wissel. En uit, rond naar achter. Met je buik steun je onderrug. Inademend, weer omhoog, wissel, uit, rond, naar achter, elleboog ontspannen, de ronde rug, inademend omhoog, dan de rug vlak, en uit, naar achter. Nu ga je zitten, ga maar naar achter, kom je rechtop, dan zet je linkervoet hoog
tegen de binnenkant van je rechter dijbeen. Je rechtervoet trek je bij je. Voel hoe je zit. Uitademend het bekken ontspannen. Vanuit het bekken richt je op, lang naar je kruin. Strengel nu je vingers in elkaar. Handpalmen naar voren. Adem uit. Inademend breng je handen voor je langs omhoog. Blijf zo zitten. Adem uit, ellebogen strak, schouders laag. Adem in met je linkerflank. Verleng je linkerflank en buig iets naar rechts. Duw je handpalmen van je vandaan. Uitademend iets terug. Inademen. Je linkerflank vullen met de inademing lengte maken van je linkerheup. Met je linkerpols en je duwt je handen weg. Uit, weer terug. Wacht op de inademing. Met je inademing weg, de handen wegduwen, naar rechts buigen. En blijf dan zo zitten, adem door. Blijf je handen weggeduwd houden. En voor je gevoel breng je ze ook iets naar achter. Adem door. Met iedere inademing bewust je linkerflank verlengen. Laat uitademend het bekken dieper ontspannen. Adem ruim in. Langzaam uit. Inademend kom je weer rechtop. Duw je handpalm omhoog. En uitademend je handen zijwaarts laten dalen. Handen laten rusten op je knieën. En sluit je ogen. Adem in het bekken. Voel hoe de inademing je hele bekken vult. Van binnenuit ruim maakt. En laat als het ware je uitademing door je rechter zitbeentje de grond instromen. Bekken ontspant. Open je ogen. Breng je voeten naar voren. Wrijf je knieën. Volle handen, stevig wrijven. Andere ook. Schud je benen. En dan je linkervoet naar opzij. Rechtervoet tegen de binnenkant van je dijbeen. En je handen laten rusten. Adem uit. Inademend richt je op. Lang naar je kruin. Strengel je vingers ineen. Langzaam uitademen, schouders laag. Inademend je handen voor langs omhoog. Uit, schouders laag. Hou je ellebogen strak. Bewust inademen met je rechterflank. Je rechterflank verlengen naar links buigen. Duw je handpalmen weg. Uit, iets terug. Inademen. Verlengen vanaf je rechterheup tot aan je rechterpols. Buig dieper. Handen wegduwen. Uit, iets terug. Wacht op de inademing. Met je inademing vul je rechterflank, verleng. Buig iets dieper en blijf zo zitten. Adem door. Handpalmen weggeduwd houden. En bewust in je rechterflank ademen. Uitademend. Je bekken ontspannen. Linker zitbeentje zakt dieper naar de grond. Adem uit. Inademend breng je handen weer omhoog. Kom rechtop en duw je handpalmen omhoog. Uitademend je handen zijwaarts omlaag laten gaan. Leg je handen ontspannen op je knieën en sluit je ogen. Adem laag in je buik. Tot in het bekken. De inademing vult het hele bekken. Laat je uitademing als het ware door je linker zitbeentje de grond instromen. Voel hoe je van binnenuit bekken ontspant. Open je ogen. Voeten naar voren. En je knieën wrijven. Benen losschudden. Als je benen schudt, dan dansen vanzelf je voeten mee. Dan zijn de benen echt ontspannen.
Ga op je rechterzij liggen met je hoofd naar deze kant. Je houdt je knieën opgetrokken en je strekt je armen voor je uit met je handpalmen tegen elkaar en je hoofd is op de grond. Adem uit. Inademend til je linkerhand op en uitademend rol je door naar achter, leg je linkerarm achter je neer, houd je linker schouderblad, laat je naar de grond toe zakken. Inademend til je hand op. Blijf kijken naar je hand en breng hem uitademend weer terug naar de rechter. Schuif je linkerhand iets naar voren. Adem ruim in. Hand gaat omhoog. Uitademen, doorrollen. De hand neerleggen. Adem in. Volg je hand omhoog. En uitademen, langzaam weer terug. Wacht op de inademing. Met je inademing volg je hand omhoog. En langzaam uitademen. Achter je de arm neerleggen. Blijf zo liggen. En adem door. Ontspan. Benen zijn ontspannen. Ook je linkerschouder. Laat je met iedere uitademing meer naar de grond toe zakken. Adem je hele linkerflank ruim. Laat de inademing opkomen. Met iedere uitademing laat je dieper los. Voel de overgave aan de ontspanning. Kijk naar je hand. Til inademend je hand op. Maak een ruime beweging. En leg uitademend de handen weer op elkaar. En ontspan. Andere kant. Knieën opgetrokken. Benen ontspannen. Handen voor je uit. Ook je schouders ontspannen. Adem uit. Inademend je rechterhand op. Ruime beweging. Uitademend leg je rechterhand neer. Inademend hand optillen. En uitademend volg de hand terwijl die omlaag gaat. Strek eerst de hand naar voren uit. Adem ruim in. Ruime beweging omhoog. Open je borst en leg uitademend de rechterhand neer. Laat je rechterschouder maar naar de grond toe zakken. Inademend hand optillen. Langzaam uit. Volg de hand weer terug. Laat de inademing in je buik ontstaan. Neem de hand mee omhoog. Open de borst. Langzaam uit. Leg je schouder neer, je arm. Blijf zo liggen. Sluit je ogen. Uitademend je rechter schouder meer naar de grond toe laten zakken. Adem je hele rechterflank ruim. En met iedere uitademing laat je dieper los. Ontspan. Kijk naar je rechterhand. Inademend til je de hand op. En uitademend leg je de handen weer op elkaar. Ontspan. Je komt tot zit. Wat we gaan doen is een ontspanningsoefening als besluit van deze korte les. Ga maar liggen met je hoofd op die kant. En dan pak ik wat kussens voor je. Even kijken. Is de hoogte van je kussens goed? Ja. Oké. Dan ga je zo liggen dat je onderste schouder iets, niet te ver hoor, maar net iets naar voren is ten opzichte van de bovenste. Klein richeltje onder je buik, zodat je buik ontspant. Dan heb ik nog wat kussens. Zo ja, heel goed. Je weet al wat de bedoeling is. Lig je zo goed? Ja. Ja? Dan leg je je arm die boven is zo om je buik heen. Met je hand zo eromheen. Ja? Dan leg ik een dekentje over je heen.
Maak wat kleine bewegingen. Voel of je goed ligt. Je hand omvat je buik, het kindje in je buik. Ontspan je gezicht en je schouders. Je armen liggen zo dat ook je borst nog de ruimte heeft om te ademen. Je rug is een beetje rond. Vanuit het bekken ontspan je been en je voeten. Je bovenste been is naar voren ten opzichte van het onderste been, zodat ook je bekken, je bekkenbodem, de ruimte heeft om te ademen. Als je zo ontspannen ligt, adem je eigenlijk vanzelf al in je buik. Voel de buikadem. Voel met iedere inademing je buik in je hand golft. En uitademend onder je buik, weer onder je hand weer iets afvlakt. Volg de adembeweging van je buik. Adem in en rond je kindje. En laat toe hoe de adem zich verdiept tot in het bekken. Maak inademend ruimte in het bekken. Uitademend bekken ontspannen. En vanuit het bekken ontspan je je benen en je voeten nog dieper. Weer terug met je aandacht bij de adem in je buik. Laat de inademing opkomen. De uitademing uit je wegstromen. En laat opnieuw de inademing in je buik ontstaan. Maak ook je borst ruim. En uitademend ontspan je. Je hele bovenlichaam, ook je schouders, je armen, je handen zacht. Ga met je aandacht naar je gezicht. Uitademend ontspan je hele gezicht, je ogen, je voorhoofd, je hele hoofdhuid. Ontspan ook je kaken, je mond en je tong tot achter in je keel. Met een diepe inademing maak je borst ruim. Uitademend je borst ontspannen. Adem een keer je flanken ruim en breed. Uitademend je flanken ontspannen. Je bovenbuik. Laat ook de spanning rond je maag los. En ga met je aandacht weer terug naar je buik. Voel de adem in je buik. En voel hoe je ruim rondom je kindje ademt. Met iedere inademing maak je buik groot en rond. Uitademend ontspan je. Die ruimte die ontstaat met je inademing, geef je kindje ook de ruimte om er te zijn en te groeien. Met iedere uitademing laat je dieper los. Voel hoe je ademt. Ontspannen licht. Rustig ademend. Samen met je kindje. En geniet daarvan.
Adem dan weer bewust dieper in en uit. En wrijf met je hand over je buik. Beweeg beide handen, je voeten. En wrijf je handen tegen elkaar. En wrijf je gezicht. Met een diepe inademing rek je goed uit. Breng je lichaam weer in beweging. Haal de kussens onder je been vandaan. En dan leg je je knieën op elkaar, gebogen. En dan afwisselend maak je rug hol en bol. Bekken in beweging brengen. En dan kom je weer rustig tot zitten.